Ja, en weer geroep hier uit de zaal voor het pianoconcert voor de linkerhand van Maurice Ravel. Je hoort de pianist Bertrand Chamaillou samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van chef-dirigent Lorenzo Viotti. Wat een spectaculair concert. Hij speelde dat inderdaad helemaal met zijn linkerhand, waar hij nu even naar de zaal mee wuifde. Van ja, deze jongen heeft het gedaan inderdaad. Die rechterhand die heeft heel weinig gedaan. Daar greep hij eigenlijk bijna de vleugel mee vast. Het leek alsof hij ging zitten en die vleugel bijna omhelste met zijn rechterhand. En af en toe echt als een soort klauw vasthield. En dan met die linkerhand ging spelen. En die linkerhand die moest dus echt helemaal over dat hele bereik van al die toetsen. Helemaal van links naar rechts. Ik had het ook idee dat hij net iets anders zat daardoor. Waardoor hij wat wendbaarder was. Om helemaal over dat klavier te racen. Ze komen nog een keer terug. Bertrand Chamaillou. Gevolgd door Lorenzo Viotti. En daarachter weer een bos bloemen. Die ook door het orkest heen komt. In de handen van een mevrouw natuurlijk. Die nu die bloemen aan Bertrand Chamaillou geeft.